vandaag opnieuw voor het vervolg. Dus nu ga ik jullie leren om dat deeg te kwelten. Ik ga mijn camera naar beneden doen en ik ga het belangrijkste proberen zeggen en hoop dat jullie kunnen volgen om met de gewone machine deze kwelt mooi te maken. Ja, dus hier hebben we dus onze kwelt. Het belangrijkste is voor te beginnen, en dat ga ik u laten zien, hier en daar heb je zo van die kleine friemeltjes die erop liggen. En dat is niet zo netjes. Dus wat we nu moeten doen, want je ziet dat hierdoor, je ziet dat door die stof, dat is dat eerst mooi maken. En wie dat niet heeft, die moet die friemeltjes met de hand wegpakken. Dat lukt ook. Het duurt even langer. Daarom raak ik u aan van zo'n rollerje aan te schaffen. Dan gaan we onze kwelt daarop leggen. Nu, je ziet, dat is dus eerst stofje, dan de vulling, dan dit. Als je voor een baby of voor op een sprei of voor, gelijk bij mij, voor de diertjes, dan pak je 100% katoen. Voor een, als dat voor een muurhanger of voor een kussen, dan speelt dat geen rol wat soort vulling, als het maar een vulling is. Dus wat ik doe, dat is ze spelden. Ik heb mensen die zeggen, ik heb speciale spray om te lijmen. Ik heb dat allemaal uitgeprobeerd. Dat kost allemaal heel veel geld. En eigenlijk heeft het meer nadelen dan voordelen. Want wat heb je als je lijmt? De lijm blijft aan je naald van je machine hangen. Dus wat doe ik? Doe het gewoon hier en daar. Zeker aan de randen. Doe ik gewoon een speld er helemaal doorsteken. Dat is nog het stevigst van al. Dat is nog het best dat je kunt doen. Dat is gewoon een speld erdoor. Die kan ik misschien best nog in de hoek steken hier. En zo op die manier houd je ook mooi uw kwelt recht. En dan kun je hem inderdaad mooi vastspelden. Nu, wat normaal het gemakkelijkste is voor iedereen, dat is hem kwelten. En dat is stitch in a ditch, zoals ik al uitgelegd heb. En dat is gewoon in de naden, in al uw naden, stikken. Nu, dat is poepsimpel, dat kan iedereen. Daarvoor heb je nodig gewoon je machine. Daar heb je voor nodig je spoelgaren, moet hetzelfde zijn of de achterkant. Ik gebruik witte katoen. Gewoon ingesteld, een gewone voet zoals dat je ziet. Ik werk normaal met een quiltvoet. Dit is een gewone voet. En nu gaan we stikken. En je legt uw kwelt schoonrecht. En ik ga kijken naar dat punt. Ik ga kijken naar het volgende punt. Dus naar dat punt haak ik me richten. En zonder lijn haak ik gewoon, ik ga het wel iets trager zetten. Haak ik gewoon stikken. Voilà. Zonder mij zorgen te maken. Nu ga je zeggen, alleen, die stikt gewoon maar, ja, gewoon zonder mij zorgen te maken, stik ik en ik richt mij telkens naar een punt. Dus in plaats van naar uw voet te kijken, kijk je naar dat punt. Want het is naar dat punt dat jij moet komen. Uw voet moet u niet aantrekken. Voilà, de eerste lijn heb ik al gekweld. De volgende hoek. Het is dus niet op dat vierkant. Ik kijk
naar de blokken. Dat is mijn volgende blok. Dat is het punt. Hier is het punt van mijn volgende blok. Dus ik kijk naar het geheel. Dat is mijn blok. Dus ik ga van dat punt naar dat punt. Uw blokpunt. Naar uw blokpunt. Gewoon blijven kijken naar uw blokpunt. Dat is uw blokpunt. Voilà. Nu is dat keirecht met de lat? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Maar speelt het een rol? Nee, bij Bibi niet. We starten weer van boven aan een blok. En we gaan weer kijken. Niet naar dat punt. Daar gaan we niet naar kijken. Niet naar dat punt. We kijken naar het punt van de blok. En zo stikken we van boord naar boord. We vertragen en we stoppen aan dat punt. We stoppen hier aan dat punt. De volgende is gemakkelijk, we hebben maar één blok. Dus wat doe je? Van uw blok ga je naar het einde van uw blok. Dus van het begin naar het einde ga je Dus in het quilten is het altijd belangrijk dat je van het midden naar buiten gaat. Dus je start in het midden en je gaat naar buiten. Dus wat moeten we nu doen? In plaats van zo gaan we onze quilt draaien. Dus de middenlijn is reeds gedaan. We gaan naar het volgende blok. Niet naar dat blok, wel naar dat blok. Dus ik hoop dat het goed ziet. Ik start aan het blok zelf. Dus dit is uw blok. Dit is uw blok. Niet dit. Dat is uw figuur. Dit is uw blok. Dus je gaat van punt naar dat punt. Zie je dat? We gaan dus weer van punt van blok naar de volgende blok. Op het gemak. En we kijken naar het punt van de blok. Niet naar de voet. Dat gaan we ons missen. We kijken naar de punt van het blok. Daar moet je naartoe komen. En stop. Nu, in die richting is het makkelijker. Want in die richting komen uw blokken wel gelijk. Dus in die richting liggen uw blokken niet gelijk in het midden. Maar in die richting liggen ze wel gelijk. Dus nu wordt het wel makkelijk, hè? Maar nu kan je gewoon richten op alle blokken. Dit blok, dit blok. Nu kan je richten op alle blokken. Dus hier juist hetzelfde. Want nu liggen uw blokken gelijk. Dus dit is uw gemaakt blok. En nu ligt dat blok gelijk, want je hebt maar langs de ene kant de boord aangezet. Daarom, voor degene die de logica niet snappen, dus de boord waar dat aan ligt, komen doeken gelijk. De boord waar dat niet aan ligt, komen doeken niet in het midden. Dus, in het weerkeren, of als je die kant eerst wilt doen, klopt het wel. Kijk, en zo kan je mooi aan elkaar zoeken en heb de mooie. Maar moeten we de andere kant eerst nog doen, dan laat ik het u zien. Thank you.
dus nu gaan we terug ons werk draaien. En nu mogen we wel weer op die hoeken allemaal afgaan, om dan die op dezelfde wijze liggen als de grote. Dus terugkeren is natuurlijk super gemakkelijk, hè? Kijk. Maar nu kan je alle hoeken volgen, korter op elkaar, maar je kijkt wel altijd naar je hoeken, niet naar je voet. Als je naar je voet zit te kijken, zei de mis, moet naar je hoeken kijken. En laat dat maar gewoon doen. De machine werkt sowieso rechtdoor. Die naald is altijd op dezelfde plaats. Die naald verplaatst zich niet. Uw quilt moet zich verplaatsen. Dus bij het quilten kijkt je nooit naar de... Het is eigenlijk een stitch in de ditch. Dat is dan nog gemakkelijker. Maar als je een figuur wilt maken, kijk nooit naar uw voet. Kijk wel naar waar je naartoe wilt. En hier weer hetzelfde, hier is dat maar één, super gemakkelijk. Voilà, en nu is het gekweld.